We hebben een nieuwe koploper. Ramon Sommer haalde vorige week 8 punten en staat nu dus bovenaan. De laatste toto van dit kalenderjaar wordt ingevuld door Kenneth Otigba. Ja, Kenneth Otigba, vandaag is de toto voor jou. We hebben een nieuwe koploper, Ramon Sommer. Die heeft 8 punten behaald vorige week. Ja, dat is een flink aantal, hè, om eroverheen te gaan. Ja, wordt lastig, maar ja, proberen. Meer punten pakken. Oké, RKC Twente. Ja, die is de 2, denk ik. AZ Heerenveen, ja natuurlijk, 2. AZ Heerenveen, dat is wel het moment van de revanche, hè, voor jullie. Ja, ja. Ben je er een beetje overheen over de nederlaag, teleurstelling? Ja, moet anders doorgaan in de volgende wedstrijd. Kijk, en nu weer tegen AZ, revanche pakken. Ja, ik kan niet spelen, maar ja, we willen winnen. Dus Heerenveen, Heracles, Vitesse. Ook in 2, het is een goede. Dan ben je dat Cambuur. Ja, ik hoop dat Cambuur gaat verliezen, dus 1. Je maakt de supporters blij van Heerenveen. Ja, ja, natuurlijk. Feyenoord, Zwolle, ook 1. Feyenoord thuis, ja, sterk. Oké, Roda Ajax, ook 2. Groningen, NEC. Ja, ik hoop dat in gelijkspel. Dat is verrassend. Ja, verrassend. Je weet maar nooit, hè. Go Ahead Eagles, Utrecht. Nou, ook een goede wedstrijd. Ik hoop gelijkspel. PSV, ADO Den Haag. Ah, ik denk gelijkspel. Jij bent de man van de verrassingen, Kenneth. Ja, ja, ja. PSV, ja, je weet nooit. ADO soms verrassing. Ja, ik denk 3. De bonuswedstrijd van deze week is dus een stadsderby in Milan. Internationale AC. Ja. Wat denk je? In Italië, ik ben voor AC Milan. Dus ja, ik hoop dat AC Milan gaat winnen. 2. Kijk je wel eens naar de Italiaanse competitie? Als verdediger natuurlijk. Ja, is heel veel verdediging in de Italiaanse competitie. Veel kanter. Maar ja, als in zo'n grote wedstrijd, ja, dan kijk ik. Zou dat voor jou ook de droomcompetitie zijn? Of zeg je van, nou, als ik later een stap maak, dan zou ik naar een andere competitie willen? Ja, is een andere competitie. Ja, voor mij is Premier League Engeland. Dus ja, niet Italië. Wie weet, over een paar jaar komen we je opzoeken. Ja, wie weet. Dank je, Kenneth. Ja, dank je wel.